Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Even iets anders dan normaal in één keer. Het gaat de afgelopen week niet lekker met mij. Vandaar dat er ook nu pas een vlog online staat en niet 1 januari al. En daarom pak ik nu even de camera op. Het is maandag, het is vandaag 10 januari. Het gaat de afgelopen week niet lekker met mij en mijn borst. Ik heb weer pijn in mijn borst. Het gaat niet lekker. Ik heb pijn. Ik krijg bijna geen lucht. Ik zit stijf onder de medicatie. Ik moest weekend werken. Dat is niet gelukt. Ik lag hier krom op de bank. Onder de morfine. Het ging niet goed. Het gaat nog steeds niet goed. Ik heb nog steeds benauwd. Nog steeds pijn in mijn borst. Ik heb zelf testen gedaan. Die zijn gelukkig gewoon negatief. Dus het komt echt van mijn borstkas af. We hebben meerdere malen de huisartsenpost aan de lijn gehad. Dit weekend. Omdat we gewoon niet wisten wat we mooi moesten doen. En ik word nu weer zojuist wakker. Tom heeft hier vannacht geslapen. Die is zojuist naar zijn werk. En ik heb gewoon weer pijn. Ik heb gewoon weer pijn. Ik heb van Tom zijn moeder allerlei medicatie meegekregen. En een schemaatje. Dus daar ga ik me proberen aan te houden vandaag. Of tenminste, daar ga ik me aan houden vandaag. Maar ik heb zo ontiegelijk veel pijn. Dat is gewoon niet leuk meer. Ik ga nu nog even proberen mijn ogen dicht te doen. Ik ga de camera in de tussentijd opladen, want die is leeg. En dan zien we wel verder. Mijn pa die gaat straks werk bellen. Wat er het afgelopen weekend is gebeurd. Waarom ik niet kon komen werken. Ik ben amper spraakzaam aan te spreken. Ik heb het ook weer heel benauwd. Er komt gewoon af en toe niks uit. Ik heb nu ook heel veel moeite om dit te vertellen. Maar ja, wat er aan de hand is, dat wordt de komende week wel duidelijk. Ik heb wat onderzoeken deze week ook. Ik heb onder andere een slaaptest in het Erasmus en een MRI-scan in het Maastad. Donderdag en vrijdag. Dus het wordt allemaal wel een beetje duidelijk. Het is inmiddels avond en het gaat niet zo lekker. Ik heb vanavond bij de huisartsenpost gezeten. Ik trok het niet meer. Ik voel me beroerd. Ik heb pijn in mijn borst. Ik heb moeite met ademhalen. Ik hoest ontzettend veel. Ik ben verkouden. Ik heb ontiegelijk veel pijn. Ik trok het niet meer. Ik ben de HAP gaan bellen. Ik moest langskomen. Gelukkig geen corona. En geen longontsteking, want dat dacht ik. Omdat ik in één keer heel erg veel slijm aan het ophoesten was. Maar gelukkig geen longontsteking. Nu is het waarschijnlijk gewoon een koudje gevat. En dus gewoon een beetje uitzieken. Gewoon een beetje kou onder mijn leden. Dus gewoon lekker een beetje uitzieken. Geen gekke dingen doen. En betreft mijn borst, ja, gewoon pijnstilling blijven slikken. En dat syndroom van Tietje zit nog steeds te kloten. Dat is even afgezakt geweest. Is nou weer lekker aan het opwakken, helaas. En mijn schouder doet nog steeds ontiegelijk veel zeer. Dus alles bij elkaar begin ik het een beetje zat te worden. Maar ik heb natuurlijk een post op Insta geplaatst dat, dat het laatst niet lekker gaat. Maar dat we er nu gewoon lekker aan kunnen werken. Om alles stap voor stap goed beter te krijgen. En niet weer terug te vallen. In waar ik begon. Maar ik ga nu lekker slapen. Ik lig de hele avond al een beetje op bed. Een beetje tv te kijken. Ik heb net even mijn laatste medicijnen ingenomen. Het is al 12:30. Dus het is de volgende dag alweer. Maar ik heb lekker mijn kruikje opgewarmd. Lekker warm. Dus daar ga ik zo meteen lekker mee in mijn armen liggen. Want ja, Tom is er niet. Die slaapt thuis. Want het is stom ook een kacheltje. Maar ik ga lekker een tukkie doen. Ik ga morgen, als het het toelaat hoe ik me voel, mijn kamer een beetje opruimen en even stofzuigen en stoffen. Opruimen valt op zich wel mee, maar in ieder geval even stoffen en stofzuigen. Maar het ligt eraan hoe ik me morgen voel. Als ik me morgen oké voel, dan is het prima. Voel ik me morgen rot, gaan we dat niet doen. En ik moet sowieso morgenochtend even een vuilzak wegbrengen. Dus morgen gaat gewoon lekker de jogging aan en gaan we even lekker een rondje om het huis. Even frisse lucht. Goed, het is inmiddels de volgende dag. Ik lig de hele dag al een beetje op bed te hangen. En niet zo heel veel te doen. Een beetje boek te lezen. Eigenlijk gewoon op mijn gemak houden.
Ik ben nog steeds niet helemaal lekker, maar wel even iets leuks. Ik heb namelijk mijn moeder haar verjaardagscadeau zojuist besteld. Ze is niet boven. We hebben namelijk boven de bank, heeft ze toen van Josje, een vriendin van ons, heeft ze een canvas met de katten gehad. En aan de andere kant van de woonkamer hangt een canvas met de honden. Dus, wat heb ik nu gedaan? Samen met Tom hebben we een groot canvas, 90 bij 60, dus dat is echt mega, van de kaafjes laten maken, bedrukt. Die komt inclusief expresspost, dus we hebben er nog dik extra voor betaald ook, om het op tijd binnen te laten komen. Heb ik dus een canvas laten maken voor mijn moeder haar verjaardag. Super leuk, ik heb er wel heel veel zin in. Als dat donderdag binnen moet komen, alleen moet mijn pa het donderdag onderscheppen als het thuis komt. Ik weet niet hoe laat het bezorgd wordt, maar ik hoop voor 2 uur, want om 3 uur moet ik in het ziekenhuis zijn. Maar dat heb ik dus samen met Tom gedaan voor haar verjaardag, want hij wist niks en ik wist eigenlijk ook niks. Toen sprong dat in 1 keer in me op en ik wacht even. Dit kunnen we eigenlijk ook gewoon met z'n tweetjes doen. Dus helemaal top. Tom is nu een dag lekker aan het werk. Die komt vanavond hier pitten. Ik ben nog steeds niet lekker. Ik zit echt stijf aan de neussprays, de keelsnoepjes, noem het maar op. Ik ga heel even mijn ogen dicht doen. Even slapen. Ik ben moe. Ik heb vannacht ook heel slecht geslapen. Waarschijnlijk slaap ik vannacht. Dus ook weer heel erg rot, denk ik. Trouwens, wel wat leuks wat binnen is. Is wel grappig om te laten zien. Ik heb deze halve hartjes besteld. Ik heb de ene. En Tom draagt geen kettingen, dus voor hem heb ik een andere optie bedacht. Waar is hij nou? Ah, hij ligt hier. Voor Tom heb ik hem dus aan een sleutelhanger gedaan. Tom heeft er eentje met streepjes, dus die is een beetje mat bewerkt. En ik heb dus de volledig glimmende. Dus die passen dus in elkaar. Oh, moet ik het vasthouden? Die passen dus in elkaar en dan is het dus een heel hartje cute. Maar wat ik zeg, Tom wil het dus niet als ketting, wat ik snap. Dus ik heb het voor Tom in een ringetje gedaan. Die hang ik vanavond aan sleutels. En trouwens, de nummerplaten zijn binnen. Ik heb namelijk nummerplaten besteld voor pap en voor Tom. En eentje voor mezelf, die staat nu daar. Die is wel heel gaaf geworden. Heel leuk geworden. En ik heb er dus voor Tom één met mijn naam. En één voor mijn pa met Patricia, mijn moeders naam. Want die heeft er alleen met mijn naam. Dat is compleet. En voor Chantal, die is trouwens al betaald, heb ik eentje met Levi, de zoontje. Ik denk is wel leuk voor op zijn kamer. Is wel stoer. Dus die is ook binnen. Moet ik zo een foto naar de sturen. Maar ja, nu is het wel weer even klaar met geld uitgeven en alles. Het gaat er harder in dan dat het, of het gaat er harder uit dan dat het erin komt. Dus en ik moet nog naar het ziekenhuis. Dus ik ga maar even alles goed bewaren. In ieder geval is alles binnen wat er binnen moet zijn. Dat is top. In ieder geval, ik ga even mijn ogen dicht doen. Want ik ben echt brak als de pest. En mijn stem, daar is het nog steeds niet helemaal terug. Goed. Het is woensdag. Ik voel me nog steeds niet lekker. Maar ik kan wel beter ademhalen nu. Ik zit nu zoveel mogelijk aan de fix, neusspreetjes, enzovoort, enzovoort. Ik heb even een kop koffie en ik ga zo mijn spulletjes een beetje bij elkaar pakken. Dan hoef ik dat morgen allemaal niet te doen. Ik moet nog even mijn nagellak eraf halen. Ik ga even mijn spulletjes bij elkaar pakken. Dus even een onderbroek, een paar sokken. Nou, spijkerbroek neem ik mee. En een trui. Want ik ga waarschijnlijk in jongenskleding het ziekenhuis in. Zodat ik gelijk aangekoppeld kan worden. Daar slaap ik ook in. En ja, dan ga ik waarschijnlijk de volgende dag ook losgekoppeld kleed. Doe ik me even vast en aankleden. En dan is het weer naar huis. Maar het is morgenmiddag pas, dus het duurt nog heel even. Nu drink ik in ieder geval lekker mijn kop koffie op. Ga ondertussen even de tv aanzetten.
En ik ga op mijn gemakje eventjes wat dingen bij elkaar zoeken. Ik ga zo meteen voor de zekerheid nog even een coronatest doen. Voor alle zekerheid, je weet het niet. We hebben er nog 2 liggen. Dus ik ga mezelf nog wel even testen. Voor hetzelfde geld heb ik het wel. En kwamen die paar dagen alleen de test negatief uit. Maar volgens mij is het gewoon een verkoudheidje. Want ik proef alles nog. Ik voel me verder nog oké. Ik voel me alleen een beetje belemmerd. Omdat ik natuurlijk lastig ademhaal door mijn neus nu. Dus wat benauwder ben sowieso dan normaal. Dus ja, yeah. Maar ik ga zo nog even voor de zekerheid testen. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga in ieder geval even spulletjes pakken. Even kijken waar ik het in meeneem. Ik denk gewoon een linnen tas. Heb ik het idee, ik weet niet zeker. Komt helemaal goed. In ieder geval neem ik mijn handtas ook gewoon mee. Ik ga er verder niet moeilijk in doen. We gaan het allemaal meemaken. In ieder geval ga ik eerst even alle spullen bij elkaar zoeken. Goed, ik heb alles gepakt wat ik moest pakken. Ik heb mijn toilettas met mijn toiletspullen. Wat shampoo. Mijn gezichtreinigingsspullen. Verder heb ik een onderbroek, een paar sokken, een hemdje, een korte broek en een t-shirt. En verder weet ik eigenlijk niet. Ik doe morgen een zwarte loszittende broek aan met een zwart shirtje erop en dan mijn groene vestje eroverheen, denk ik. Als ik dat warm krijg, kan ik dat gewoon aan en uit doen. Dus gewoon het makkelijkst. Verder ga ik... ik heb net heel even naar de winkel geweest om griprine te halen. Dat zijn dus van die dingen die je kan drinken. Of tenminste kan innemen. Je kan ze ook drinken. Je hebt ze ook in poedervorm om te drinken. Antigripine. Dat is tegen griep en ook... Oh. Dat is tegen griep en koorts en pijn en alles. Ik heb even cupcakes gehaald. Want ik heb wat trek en wat zoet. En ik heb eventjes wat chocola gehaald. Voor morgen. Zodat ik morgen wel gewoon, als ik trek heb, tussendoor gewoon nog iets kan eten. Want ik ga niet de hele dag leven op dat ziekenhuis eten. Daar heb ik gewoon geen trek in. Dus dat ga ik dus niet doen dan. Verder ga ik nu dus niet zoveel meer doen. Is ook een beetje ruzie gedoe hier zo. We irriteren elkaar allemaal even dood. Maar goed, kleinigheidje. Ik ga deze vlog editen en uploaden. Dan hoef ik dat morgen niet meer te doen. Dan kan ik morgen mijn camera volledig storten op het feit dat ik 2 ziekenhuisdagen heb. Dus ik ga even de vlog editen, die griepine innemen. En niet zo heel veel meer doen. Dus dat was het. Tot de volgende.